radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. De koningin heeft de heer Wiegel benoemd tot commissaris van de koningin in Friesland. Het koninklijk besluit volgde onmiddellijk op de bekendmaking van het kabinet dat de heer Wiegel voor die functie was voorgedragen. Door zijn benoeming tot commissaris van de koningin in Friesland zal de heer Wiegel, de fractieleider van de VVD, de Tweede Kamer verlaten. Meer dan 100 gewapende guerrilla-strijders van de bevrijdingsbeweging SWAPO zijn Namibië binnengedrongen en zijn daar slaags geraakt met Zuid-Afrikaanse troepen. Volgens de Zuid-Afrikanen zijn bij deze gevechten 5 Zuid-Afrikaanse militairen en 10 guerrilla-strijders gesneuveld. De strijdmacht van de SWAPO bevindt zich in een gebied op ruim 200 kilometer van de grens met Angola en zou nog verder oprukken. De groep guerrilla-strijders is volgens Zuid-Afrika veel omvangrijker dan bij vorige gelegenheden het geval was en is ook uitgerust met veel modernere en betere wapens. In het verleden zijn na aanvallen van de SWAPO in Namibië herhaaldelijk tegenacties door het Zuid-Afrikaanse leger uitgevoerd in Angola. Tijdens rellen in de stad Gaza is een jonge Arabier gedood toen Israëlische bezettingstroepen het vuur openden op demonstranten. Ook werd daarbij een jonge Arabier gewond. In een plaats elders in de strook van Gaza liepen 5 Arabische inwoners schotwonden op tijdens ongeregeldheden. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn een medewerker van de Franse ambassade en zijn vrouw dood aangetroffen in hun appartement. Ze waren beide door het hoofd geschoten, zo is meegedeeld door een woordvoerder van de Franse ambassade in Beirut. De ambassadeur van Frankrijk brengt de moordaanslag in verband met het dreigement van de terrorist Carlos dat hij de Franse regering zou treffen als 2 van zijn vrienden die in Frankrijk vastzitten niet worden vrijgelaten. De weersverwachting tot morgenavond droog met zonnige perioden. Middagtemperatuur morgen van 9 graden op de Waddeneilanden tot 14 in het zuiden. Verkeersinformatie op de A10 Amsterdam richting Zaanstad staat voor de Koentunnel een file van 6 kilometer. Dit was het nieuws.